Etappe 3 van de ZLM Tour met de start in Heidhuizen en de finish in Buchten. Een volledig Limburgse etappe vandaag met enkele bekende hellingen daarin. Onder andere de Loberg, Kamerig, IJzerbosweg en de Kouberg. Nou, kunnen we toch wel zeggen mini Amstel Gold Race. En dit zijn de mannen om naar uit te kijken. In het groen Elia Viviani, in het geel Olaf Kooi. De nummers 1 en 2 in het klassement. Kooi heeft voorafgaand aan deze rit 9 seconden voorsprong op Viviani. Kan de Italiaan, de Nederlander, vandaag het vuur aan de schenen leggen en misschien wel de koppositie overnemen in het klassement? Dat is toch wel de grote vraag op het moment dat de renners vertrekken vanuit Heidhuizen. Zo, Paul van Poppel, sportief directeur van deze wedstrijd, zwaait dan met de vlag. En dat betekent dat de eerste renners een poging kunnen gaan ondernemen om weg te rijden uit het peloton. Dat lukt in totaal 6 man. Roel van St. Maartensdijk, Jordi Bouts, Tim Bierkens, Nick van der Meer, Jacob Eriksen en Jacques Bernard Murphy. Het peloton, daar is het vooral rustig rijden, de boel controleren, de mannen vooraan niet te ver vooruit laten rijden. En dit gebeurt er dan in de kopgroep. Een ploegleiderswagen van Allenke rijdt Jacob Eriksson aan. En dat leidt tot veel pijn en frustratie bij de Zweed. En uiteindelijk zien we zijn broer Lucas Eriksson in de finale in de kopgroep zitten, samen met Van St. Maartensdijk en Bouts. In de peloton is de leiding dan voornamelijk in handen van de renners van Ineos en Jumbo-Visma. En de 3 man vooraan, die houden het best wel lang uit. Maar uiteindelijk in de laatste kilometers worden zij dan toch ingerekend door het peloton. Dat steeds meer op stoom raakt. Het is dan wel duidelijk dat we gaan sprinten in de straten van Buchten. Dat het weer uitkijken is naar de man in het geel, Olaf Kooi. Wordt uitstekend gepiloteerd door zijn ploegmakkers. Vooral Mick van Dijken speelt daarin een belangrijke rol. Rolt de rode loper uit voor Kooi. Maar maakt Kooi daar dan ook gebruik van? Hij doet zijn best. Komt uit het wiel van Van Dijken, links in beeld Kooi, rechts zien we dan Maresco. En dan krijgen we weer die tweestrijd tussen Kooi en Maresco. Wie wint deze keer? Ja, het verschil is nog wel duidelijk. Jacob Maresco wint net als gisteren. Toen werd hij gedeclasseerd vanwege een manoeuvre dat hij niet mocht uitvoeren in de laatste rechte lijn. Vandaag is er niks aan de hand. Een volledig reglementaire sprint van Maresco. Die simpelweg sneller is dan Kooi. De Nederlander probeert dan nog wel richting dat wiel van Maresco te kruipen, maar het verschil op de finish is duidelijk in het voordeel van Maresco. Haalt zijn gram na de teleurstelling van gisteren. Steeg nog even het vingertje voor de mond. Geeft daarmee een boodschap af richting degene die dat wil weten. Dan is dit uiteindelijk de uitslag. Maresco voor Kooi, Selby op 3. Viviani op 4. Fretin op 5. Verder Welsford, Van Dijken, Welte, De Klein en Juri Havik sluit de rij. Dat wat betreft de etappeuitslag, dit is dan het klassement. Kooi heeft een voorsprong van 12 seconden op Maresco, Viviani op 3, 15 seconden achter Kooi. Van Poeko nog binnen de 20 seconden, verder Lauk, Turner, Van Dijken, De Klein van Schip en op plek 10 Tomasz Kopecky.